Als je ouder wordt, gaan sommige dingen toch net even minder makkelijk. Bij Florence Houthagen wordt er daarom extra getraind met geheugenfitness. Ja! Oh, maar wij vanochtend. Ze zitten voor een soort beeldscherm waar ze allerlei vragen krijgen. En dat kunnen vragen zijn op het gebied van rekenen, met foto's, herkenning, gezegdes en dat soort zaken. En daarmee wordt het geheugen getraind. Nee, dan is het Frans. Ja, heel goed. En wat vindt u ervan om dit nou allemaal te doen? Ik vind het fantastisch, want kijk, elke morgen geheugentraining. En dit doet me denken, daarom wil ik bijblijven. En dat doe ik graag. Die was in Amerika, Verenigde Naties. Ja, wat knal! Bij Florence konden bewoners al lichamelijke oefeningen doen. Maar naast het bewegen van het lijf is het ook belangrijk om je brein te trainen. Want dat zorgt ook gewoon goed voor dat de mensen bijblijven met hun hoofd. En dat vinden wij belangrijk in deze tijd. Omdat ook vanuit de overheid steeds meer aangegeven wordt. Mensen moeten langer thuis wonen, langer zelfstandig blijven. En dus willen wij daar ook ons steentje aan bijdragen door activiteiten beschikbaar te stellen. Waarmee we daar ook voor zorgen dat dat beter gaat. En leert u er nog een beetje wat van? Ja, het haalt mijn geheugen op. Ik weet veel, maar ik weet niet alles. Dus ja. Ja.